Wat doet het met u om hier samen te zitten met Georg Conrad? Ik vind het natuurlijk een grote eer, hè, ronduit. Ik heb vaker hoor met hem opgetreden. Hij heeft ook het boek in Europa bijvoorbeeld in Hongarije gepresenteerd. Op een hele elegante, mooie, wijze manier. Dus we kennen elkaar wel een beetje. Maar ik blijf het een groot voorrecht vinden om hem te hebben leren kennen. Hij heeft een boekje geschreven over Amsterdam. Dus hij heeft er een paar maanden gezeten en het is een verschrikkelijk leuk boekje. Gewoon zijn observaties van Amsterdam. Dus toen ik in Boedapest hem voor het eerst ontmoette, praatten wij eigenlijk alleen maar over wat hij in Amsterdam gezien. We hebben nauwelijks over Boedapest gehad, we hebben alleen maar over Amsterdam. En die trotse vrouw met die lange benen, die daar op die fietsen zaten. En al die gezonde mensen met hoofden blozend als kazen. En hij vond het allemaal even leuk. Dus ik hou erg van dat soort gesprekken en hij ook. Dus we vonden elkaar daar wel in. So you're both fans of each other, in fact? It is too much to say friends. We met probably 3 or 4 times. But I appreciate a lot his work and himself. And when I was writing in Europe, I had always around my, when I was working, newspaper clippings, diaries, literature, just to suck up the atmosphere of that time. You can't really divide each from the other, the facts and the atmosphere. The facts are the atmosphere. The atmosphere is done with the facts. There is no literature, valuable literature, avoiding the sensual description of the situation. I don't believe a word of people saying, no, I'm an objective historian. It's the same nonsense when you're saying that you are an objective journalist. You try to be objective, but every journalist is telling he is totally objective is a liar. We have a duty toward our past to reanimate it. To make from it some images. You keep writing. Is it something you need to do? Yes, almost like to wash your teeth. So something, what should I do? I have some time for other activities too, but yes, probably it's an addiction. Everybody who tells something to other people, a father who tells the stories of the family, has the same feeling of duty that the past shouldn't die, shouldn't be dead. My fantasy, you cannot compare with the fantasy of the reality. It is an old saying of one of the famous Dutch writer. I believe it was Gerard Reve or his brother, who said, in every street in Amsterdam West, the people area, lives a Madame Bovary. En dat is true. Het belangrijkste van deze twee mannen zijn natuurlijk hun boeken. En ja, we leven in een entertainment omgeving, dus we komen eens graag aan de kleren van Mack en we zien eens graag hoe groot dat Conrad in het echt is, maar eigenlijk zijn hun boeken, denk ik, boeiender dan hen. En dat is ook dus het werk van Mack, ook wat Mack heeft veroorzaakt. Hij heeft geschiedenis eigenlijk terug aantrekkelijk gemaakt. Er zijn nu jonge mensen die geschiedenis gaan studeren, omdat ze Mack hebben zien vertellen. Dit soort bijeenkomsten zijn altijd een beetje vreemd, want je kent een auteur via zijn boeken. En dat is eigenlijk de bedoeling. Als je een boek schrijft, dan is er een relatie tussen jou en het boek. Maar als het boek eenmaal af is, dan hoort er een relatie te ontstaan tussen het boek en de lezer. En dan moet jij eigenlijk als auteur een beetje in de coulissen verdwijnen. Maar het boekenvak is tegenwoordig zo, en ik vind dit gewoon hartstikke leuk om Conrad te zien, kom ik altijd. Maar het is veel breder. Het boekenvak is zo dat je als auteur eigenlijk, om je boeken te verkopen, moet je ook een soort show gaan opbouwen. En er zijn zelfs discussies, bijvoorbeeld bij uitgevers, die zeggen, nou, ons werk zal zich verbreden tot een soort impresariaat.
Waarbij het optreden van auteurs op den duur minstens zo belangrijk wordt als het schrijven. En je ziet ook al auteurs zich in die richting ontwikkelen, die eigenlijk soms meer show zijn en ze nu en dan een boek schrijven om een show te legitimeren. Terwijl het tegelijk een hele tegenstrijdige eis is. Want heel veel auteurs die ik ken, die kunnen dat eigenlijk helemaal niet zo goed. Dat zijn mensen die terecht in een hoekje zitten te schrijven, daar het gelukkigst mee zijn en die show helemaal niet zo goed kunnen maken. En toch moet het. Laat de lezer maar dromen over een auteur. Laat de lezer maar dromen over Boedapest en over Jorwert en over Amsterdam en hoal. De lezer moet dromen. En je moet hem niet te veel realiteit geven. Ook niet als auteurs van vlees en bloed.